Dus je kan daar Pardon. In heel Vlaanderen wordt de Verwendag op deze datum gevierd. Hè, en bibliotheken staan vrij om daar al of niet op in te gaan. Eigenlijk verwennen wij onze lezers een heel jaar door goede boeken aan te bieden, door een mooie collectie aan te bieden. Maar op zo'n Verwendag doen we altijd iets speciaals. En meestal is een tasje koffie, iets om te eten. En dit jaar hebben we bijvoorbeeld voor gezorgd dat mensen kunnen kennismaken met virtual reality. Ik bevind me momenteel in een helikopter ergens in een kloof in Vietnam, vermoedelijk. Ik weet het niet juist. Hola, gedaan. Gecrashed. Vroeger was in de bibliotheek was de collectie heilig. Hè? Dan draaide alles rond de boeken die dat je had. Ondertussen is dat accent verlegd en ligt dat veel meer op onze lezers. Zij bepalen of de bibliotheek al of niet goed in elkaar zit en dat ze daar tevreden van zijn. Het is hier eigenlijk elke dag Verwendag. Hè? Elke dag dat de bibliotheek open is, is het hier de Verwendag. Vandaag, één keer per jaar, één zaterdag in het jaar, mag dat iets meer zijn. En? Hoeveel boeken hebben we nu mee? Vijf. Gaat u dat allemaal uitlezen nog een week? Twee weken, zoiets. We worden hier altijd goed gevind in de BIEB, dus niet één keer per jaar. Dat is eigenlijk altijd dat je goed onthaald wordt, goede aanbieding. Goede service. Ja, voilà, goede service, voilà. We hebben appelkrikjes. Ah ja, dat is van de video. Ja.